Dag kijkers thuis. Warm welkom. Geheten vanuit de Londense voetbaltempel van Chelsea. Stamford Bridge. Ook bij deze wedstrijd kunt u weer luisteren naar het commentaar van Jeroen Gruter. Collega hier naast me. En mijzelf, Sier de Vos. Dit is Chelsea tegen Paris Saint-Germain. Ik hoop voor de kijkers thuis dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen, Sier. Ja, dat ligt natuurlijk in de handen van de spelers. Ik denk dat deze speler vandaag een belangrijke rol kan spelen. Wat kan je van hem verwachten, Jeroen? Nou, je zou hem achteraan moeten hobbelen als verdediger. Die man, dat is een levende stoomlocomotief. Bij Chelsea zijn ze sinds 2004 aan een opmars bezig. Natuurlijk was het altijd al een grote club met een hele specifieke aanhang. Maar ze hadden relatief weinig prijzen gewonnen. Ja, dat is eigenlijk veranderd, hè? Toen Roman Abramovich eigenaar werd en José Mourinho trainer werd. Toen begonnen ze de prijzen te verzamelen. Hebben ze de Champions League gewonnen, de Europa League en natuurlijk ook de landstitel en de FA Cup. We zien de spelers die vandaag bij Chelsea in de basis staan. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Rinus Michels en Ernst Happel zijn er groot mee geworden. En nu kiest ook deze trainer voor een 4-3-3 opstelling. Ja, maar het was wel een iets andere tijd. Hè? Dan hebben we het over de jaren 60, 70. In elk geval een lekker aanvallende opstelling. Het is Paris Saint-Germain dat mag aftrappen voor de eerste helft. Nog steeds aan de bal hier. Ja, het was voor iedereen duidelijk dat ze goed uit de startblokken kwamen. Maar zo snel had ik het doelpunt nou ook weer niet verwacht. Laten we daar nog eens naar kijken. Oog in oog met de keeper. Kalm blijven en dan beheerst afronden. Ja, en dan laat je ook zien dat je over veel individuele vaardigheden beschikt. De score is geopend. Het is 1-0. Van richting veranderd en uit. Ja, ze mogen gaan ingooien. Op de vleugel voor een voorzet. En ze komen weer aan de bal. Emerson. Hij is er voorbij. Doorgebroken met de bal. Goeiedag, mooi doelpunt. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Leandro Paredes. Mauro Icardi. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Callum Hudson-Odoi. Hij schiet die bal zo naar de tegenstander. Rafinha. Prima. Goed hoe hij ertussen zat. Bal naar de andere partij. Rafinha. Mauro Icardi.
Rafael Alcantara hier. Hier de aanval van Paris Saint-Germain. Bal retour aan Mauro Icardi. Ja, daar komt die aansluitingstreffer. Die moet je maken. Raakt de lat, maar hij gaat er niet in. Rafinha. Ander Herrera. Leandro Paredes. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Kunnen ze dit snel uitspelen? Hij ontsnapt, hij moet scoren. Uit de draai. Ja, koekoek. De techniek kruipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan de afronding. Ja, het oog misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet hoor. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ander Herrera. Pablo Sarabia. De scheidsrechter wilde de vaart erin houden. Met voordeel, begrijpelijk. Maar hij fluit alsnog. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Het resultaat is een corner voor Paris Saint-Germain. Hoekschop wordt voorgegeven. Een poging die bal weg te werken mislukt. Hij krijgt het voor elkaar om die kans te missen. Ongelooflijk zeg. Nou, dat was zo'n riante mogelijkheid. Weet je, zie het. Zo. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koekoek. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan is het een kwestie van de verdediging afschudden. Niet al te eenvoudig, maar het lukt. En de kans die vervolgens ontstaat wordt verzilverd. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Sergio Ramos. Geen vrije trap voor Paris Saint-Germain. Maar voordeel, avantage, zegt de scheidsrechter. Rafinha. Leandro Paredes. Moet een goal zijn voor Icardi. Goed ingegrepen en het gevaar is daarmee geneutraliseerd. Ruimte voor de counter. Oei, te veel man voor de bal nu. Hij weet het schot tegen te houden. Zijn arm ging naar de bal, oordeelt de scheidsrechter. Ja, en ik denk dat de arbiter dat goed heeft gezien. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Callum Hudson-Odoi. Schotkans van dichtbij. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè? Mauro Icardi. Pablo Sarabia met de bal. Mauro Icardi. Ander Herrera. De bal bij Angel Di Maria. Ander Herrera. Zo! Bijna een ongeluk. Dit is geen goed idee.
zo'n wilde sliding in de 16 meter. Nee, niet doen. Bal gaat achter, een hoekschop. Voor het doel gegeven. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Nu snel eruit komen. Alleen de doelman nog voor zich. De doelman laat het doel helemaal onbewaakt. Dat zag er niet al te best uit achterin, zie het. En dan druk ik me nog zwak uit, want ja, deze speler kon gewoon volledig onbelemmerd de bal in het doel jagen. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Sergio Ramos. Dit is Ander Herrera. Ja, de arbiter zag het. Maar de aanval van Paris Saint-Germain kan door. Ander Herrera. Wat gaat hij nu doen? Paris Saint-Germain met een vrije trap. Goed verdedigd en dan gaat die kopbal de verkeerde kant op. Callum Hudson-Odoi. Batshuayi. Komt er een doelpunt aan? Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Callum Hudson-Odoi. Hij pakt de bal en begint aan de uitbraak. En we krijgen een hoekschop. In het midden van de 16. Paris Saint-Germain mag verder spelen. De scheidsrechter geeft voordeel. Rafinha. Pablo Sarabia aan de bal. Ander Herrera. En we wisselen weer van balbezit. Callum Hudson-Odoi. Kan Chelsea hier profiteren van de ruimte op de vleugel? Oh, wat een kans! Doe maar, volley! Schitterende redding! Die bal van zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken rood in. Ja, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie het. Hij blijft goed naar de bal kijken en reageert dan ook adequaat. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Hij werkt de bal weg. Twee minuten blessuretijd. Ander Herrera. Pablo Sarabia aan de bal. Pablo Sarabia. Mauro Icardi. Net op tijd ertussen. Ja, dat is lekker gaan rusten zo. Althans voor één team. Met deze stand van 5-0. Zullen we het even hebben over Michy Batshuayi. Hij speelt vandaag een lekkere wedstrijd. Kijk eens naar die cijfers. Uitstekend toch? Elke aanvaller heeft eigenlijk maar één ding in zijn hoofd. En dat is scoren. En daar is hij in deze wedstrijd al een keer in geslaagd. Wie weet, zit er nog meer voor hem in. Chelsea mocht de aftrap nemen. De tweede helft is onderweg. Batshuayi. Callum Hudson-Odoi. Moet het doelpunt worden? Drie doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie.
En hij heeft nu toch echt een hat-trick op zijn naam staan. Ja, zijn derde doelpunt van het duel alweer. Een monsterscore inmiddels. 6-0. Afgetekend. Mooi uitgespeeld, die verdediger, door Di Maria. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Sterke tackle, pakt de bal af. Ja, nu kan er een counter komen. Ah, nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Voor de regel toegepast. Hij laat Icardi hier doorspelen. Goed. Mauro Icardi. Ander Herrera. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Dribbelt verder richting doel. De keeper met een prachtige redding. De bal komt voor het doel. Redding, maar de bal blijft in het spel. Goed geblokt dat schot. Hij raakt hem. Net als eerder blokkeert hij dat schot. Het was kantje boord. Maar toch buitenspel gegeven. Hier wordt goed opgelet door de tegenstander en dan staat die speler buitenspel. Maar het scheelde weinig. Tilo Kehrer. Ander Herrera. Pablo Sarabia. Iets later gefloten voor een vrije trap. Want hij wilde kijken of hij voordeel kon toepassen. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet overmoppen. Doorgebroken met de bal. Nog steeds gevaarlijk. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller worden omgeschakeld. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in het net terechtkomt. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Tilo Kehrer. Rafinha. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Pas nog op, doelman. Opletten, keeper. Di Maria. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Een kans op een counter. Dit moet een doelpunt worden. Ja, doelman pakt die bal. Zo, weer een redding. Ah, maar ja, deze was een stuk makkelijker. Ja, maar die inzet van daarvoor, die was ontzettend gevaarlijk. En wat knap, wat de keeper daar deed. Zo. Deze statistieken mogen er zijn hoor, ik ben onder de indruk. Ze vallen voortdurend aan en oké, niet elke kans kan raak zijn, maar ze hebben er ook al een paar ingeschoten. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Di Maria speelt zich langs zijn man. Daar geeft de scheidsrechter een strafschop vanwege Hens. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Hij verzaakt niet en benut de strafschop.
Hij legt die strafschop erin, zoals het hoort. Ja, je kunt zien dat hij weet wat hij doet. Uitstekend ingeschoten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Sterke actie om de bal. Ander Herrera. Geen vrije trap voor Paris Saint-Germain. Maar voordeel, avantage, zegt de scheidsrechter. Rafinha. Schiet kans. En ze doen het toch nog niet samen met dit doelpunt. Nou ja, elk doelpunt is meegenomen, toch? Ja, nou ja, goed. Ze staan nog steeds fors achter. Maar in ieder geval is de achterstand iets draaglijker geworden. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze treffer tot stand komt, hè, Siert. Het begint allemaal bij dat vroege druk zetten. De tegenstander krijgt eigenlijk geen enkele gelegenheid om eruit te komen. Raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper. Goed gedaan. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Kietertje, wat doe je nou? En levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Ander Herrera. Messi. Oké, een doelpunt, maar het zet nog geen zoden aan de dijk. Nou, hier nog eens de herhaling. Moet je nou toch eens kijken naar die uithaal. Hohoho, wat een hard schot, zeg. Ja, ik snap wel dat de keeper deze niet uit het doel heeft houden. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Goed gedaan, mooie onderschepping. Speelt een hoge steekbal. Wat een geweldige verdedigende actie. De doelman anticipeert en heeft hem vast. Ze jagen door op de keeper. Deze kan hij niet missen. En de doelman in geen velden of wegen te bekennen. Dit doelpunt is helemaal aan die keeper te wijten. Geen slimme actie, zeg. Dat is een understatement. Zeg maar gerust een blunder. Ongelooflijk van die doelman. We worden en nu snel schakelen voor de counter. Hij wil hem over de doelman stiften. Ah, jammer. Zo zonde van dat lopje. Dat had toch een mooi doelpunt kunnen zijn. Ah, zie je, het idee was goed. Maar hij raakte hem net even te hard. Chelsea brengt een nieuwe speler in. Juan Bernat. Ander Herrera. Rafinha. En dit is Leo Messi. Hocus pocus, wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Hij raakt die bal vol, wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. De speler krijgt hulp. Op het doel! Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hoekschop komt voor. De paal! Het spel gaat verder. Kurt Zuma. Kai Havertz. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. En de bal is voor hem. Angel Di Maria. En daar is
Angel Di Maria. Messi. Harde tackle. Maar Messi krijgt voordeel, dat kan verder. Tja, één overtreding na de andere. Dan is het voordeel voorbij. Messi. Nog steeds aan de bal hier. Grote kans voor Messi. Met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. Bal over de lijn en inworp. Pablo Sarabia. En dit is Leo Messi. Rafinha. Paris Saint-Germain met een vrije trap. Hij trapt de bal voor het doel. Hier zit hij er goed bij, zeg. Mooie redding op die inzet van dichtbij. Ja, de reactie razendsnel. Mooi keeperswerk. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Slechte communicatie hier. De paas wordt al gegeven voordat de speler is teruggekomen uit buitenspelpositie. Hij had gewoon even een appje moeten sturen. Dit hadden ze gewoon heel anders moeten oplossen. Rooksignalen, appen, duif sturen, whatever. Rafinha. Lionel Messi. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Rafinha. Paris Saint-Germain verdient er een hoekschop mee. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En dat is een doeltrap. De wedstrijd zit erop. Het thuispubliek juicht. Want de zege in eigen stadion is een feit. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zege.